Dinsdag 8 oktober, kijkers en luisteraars, goedemorgen. Wan Moshutu Manting vanuit de uitzendstudio's van de STVS. En we doen dan wederom een Manting Taki. Ik ben Carlos Lindveld, uw gastheer voor de komende 45 minuten. Bent u in het buitenland, dan volgt u het via www.radiosrs.sr. Ook op de radio is het de 96.3. En op de beeldbuis, dat is dan vertrouwelijk op kanaal 8.1. De actualiteiten gaan we gelijk met u doornemen. En dan blijven we heel even stilstaan bij het onderwijsproces. We hebben het over de voortgang van het onderwijs op de middelbare scholen. Het schooljaar is net gestart en we hebben dan al te maken met perikelen. Dan hebben we het over de Bond van Leraren die een actie heeft op touw heeft gezet. En het heeft allemaal te maken met de beleidsinzichten vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze zijn in actie, maar het ministerie heeft dan vanuit haar verantwoordelijkheid toch gevraagd van de rechter om hierin een uitspraak te doen. En dan hebben ze dus een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Bond van Leraren. Wel, het is gisteren ingediend. We keken dus reikhalsend uit naar de uitspraak van de rechter. Maar het is helaas niet zo ver gekomen gisteren. Maar de rechter heeft aangegeven vandaag daarin uitspraak te zullen doen. En we kijken dus uit wat er dan daaruit uit de bus zal komen. En we hopen dus dat er vanuit het voortgezet onderwijs voor senioren, dat het leerproces toch eindelijk zal aanvangen dit schooljaar. We blijven nog bij de actualiteiten en het heeft allemaal ook te maken met ons drugsbestrijdingsplan. Er is ook in het journaal kenbaar gemaakt gisteren dat de Surinaamse regering het toch wel serieus neemt wat het SICAD heeft aangegeven. Dat is dan het Inter-Amerikaans orgaan dat gaat over de drugsbestrijding in de regio. En ze zijn niet zo tevreden over de stappen die Suriname allemaal heeft ondernomen. Wel, mevrouw Feira van het directoraat Nationale Veiligheid heeft daarover gesproken en ze heeft aangegeven dat Suriname toch wel serieus omgaat met de bevindingen van het SICAD. Onlangs hebben wij aan de president aangeboden en dat heeft hij dus ook weer gepresenteerd aan Suriname. Het drugsmasterplan, het Nationaal Drugsmasterplan, waarin wij alles aangeven wat wij als Suriname willen doen om deze situatie te kunnen beheersen. Bestrijden is goed, beheersen is ook goed. Wij gaan dus voor de criminaliteitsbestrijding als het gaat om de illegale drugs. Maar wij gaan er ook voor om de mens in Suriname gezond te houden. Als wij eenmaal verslaafden hebben, om die zoveel als mogelijk te kunnen bijstaan. Om heel gauw uit deze verslavingsjuk te komen, uit dat juk te komen. En wij gaan natuurlijk ook wel voor preventie, want dat is het meest belangrijke. Ervoor zorgen dat jongeren geen drugs gaan gebruiken en jongeren zich niet laten verleiden om te gaan op het pad om drugs te gaan verhandelen. Directeur van het Bureau voor de Nationale Veiligheid. En ze sprak al over het rapport. Nee, ze sprak over het masterplan dat wij dus hebben voor 2019. En daarin zijn dus een aantal punten opgenomen waarbij de aanpak van de drugshandel en alles wat daarmee samengaat structureel zal worden aangepakt. Ook korpschef Roberto Prade die heeft gesproken over de aanpak van de drugscriminaliteit. En hij vindt dat ten aanzien daarvan de inlichtingendiensten versterkt moeten worden. En dat eigenlijk de grote jongens moeten worden aangepakt. We praten over de drugsbestrijding, dan gaat het meer om die gasten hoor. Dat we niet kijken naar de kleine, de straathandel. Want die zorgt voor aardig wat overlast. Maar de mannen die eigenlijk de reputatie van het land in het geding brengen. En zorgen dat is wat ik zei, de reputatie van het land in het geding brengen. En Suriname een slechte naam bezorgen in het buitenland. Daarop is de focus eigenlijk gericht. Om te voorkomen, 1, dat de drugs het land binnenkomt. En 2, dat een...
wat ook een stuk moeilijker wordt dat de drugs het land uitgaan. India moet wel duidelijk zijn hoor. Dat, we praten over grensoverschrijdende criminaliteit als we praten over de drugshandel. Dus in Suriname hebben we mensen, maar ook in het buitenland. In december was ik in Nederland en ik heb daar een zitting mogen bijwonen. En we hadden een groep daar, verdachten in de beklaagde bank, bestaande uit Surinamers, Nederlanders, autochtone Nederlanders. Bulgaar was er volgens mij ook bij, Oost-Europeaan. Volgens mij 2 of 3 mensen uit Santo Domingo. Noem maar op, verschillende nationaliteiten. Dus zie daar. En het is een kwestie van samenwerken. Dat heb ik meerdere keren gesteld. Het heeft geen zin om de vinger naar 1 land te wijzen. Ja, de aanpak van de drugshandel is eigenlijk wereldwijd toch een zaak waar we naar moeten kijken. Onze korpschef Roberto Prade heeft daarbij ook aangegeven dat hij het erg vindt dat Suriname als een doorvoerland wordt beschouwd. En hij gaat ook in, verder in de materie, om ook na te gaan, om ons aan te geven van dat we toch wel goed moeten opletten wat er internationaal gebeurt. Ook wat er nu in Nederland plaatsvindt. Bijvoorbeeld Suriname. Men zegt Suriname is een doorvoerland. Ik ben er eigenlijk niet eens mee hoor. Maar goed, er zijn mensen in Suriname die het land gebruiken. Omdat Suriname een beetje strategisch ligt. Om dan de drugs in het buitenland te krijgen. Maar in heel veel gevallen zijn het buitenlanders die de drugs afnemen. Dus hoe kan het anders dan samen te werken met het buitenland om zo goed als mogelijk de kopstukken, want daar gaat het eigenlijk om, de kopstukken in beeld te brengen en die aan te pakken, achter slot en grendel te krijgen. Maar zolang die mensen er zijn, dan heb je eigenlijk niets gedaan hoor. Als je die kleine jongens oppakt, zij gaan gewoon rustig door met hun handeltje. Want per slot van rekening hebben zij de infrastructuur. Dus je moet die mannen aanpakken. Maar natuurlijk zijn die mannen dusdanig georganiseerd. Dus ook al pak je die man. Het handeltje kan in principe gewoon doorgaan. Ik meen te weten dat er nu een situatie is in Nederland. Met name Amsterdam. Heb ik kunnen volgen via het nieuws. Dat men, ja, men heeft het niet erkend. Maar we hebben nu een situatie dat eigenlijk de situatie zo onoverzichtelijk daar is geworden. Dat de onderwereld gewoon de greep heeft over het geheel daar. Dus voor Suriname eigenlijk een eye-opener om te kijken van wat heeft gemaakt dat we die situatie hebben nu in Nederland. Om te voorkomen dat we die situatie ook krijgen in Suriname. Ja, andermaal dus korpschef Roberto Prade. En als hij het had over de zaken die zich hebben voorgedaan in Amsterdam, Nederland, dan had hij het over de liquidatie van een advocaat die een drugscrimineel dus bijstond. En dat heeft dan toch wel voor enige deining gezorgd, want daar wordt dan ook gelijk gesproken over dat de rechtsstaat, de vrijspraak, allemaal de democratie eigenlijk daar in Nederland hiermee ook in het geding is komen te staan. Maar we hebben dus deze fragmenten aan u getoond, allemaal in het kader van de drugsbestrijding, want wordt aangegeven door de Surinaamse regering. En dan leest de directeur Nationale Veiligheid, mevrouw Danielle Feira, die heeft gezegd dat Suriname wel degelijk notie heeft genomen van het SICAT-rapport, waarbij Suriname toch niet een positief cijfer heeft gehaald. Dat hebben we dan gehad wat betreft de actualiteiten lokaal. We gaan naar actualiteiten in het buitenland. En het zijn een aantal landen die zich gereed maken voor het houden van verkiezingen. Dan hebben we weer parlementsverkiezingen, dan hebben we presidentsverkiezingen. Wel, in Sri Lanka heeft gisteren een record aantal van 35 kandidaten zich opgegeven voor de presidentsverkiezingen bij het Centraal Kiesbureau. 35 hebben zich opgegeven. De verkiezingen vinden volgende maand plaats op 16 november.
Als eerst hadden 41 kandidaten een verplichte deposito opgehaald voor de deadline, maar 6 van hen trokken zich terug uit de race. Ik denk dat deposito wordt bedoeld dat je kennelijk ook een geld moet storten om mee te doen aan de verkiezingen. Het vorige record was 22 kandidaten in 2010. En de huidige president die heeft zich niet verkiesbaar gesteld, omdat hij de deadline van zondag niet heeft gehaald. En uiterlijk zondag moest de betaling reeds zijn voldaan. Dat is dus wat we hebben dan ten aanzien van de actualiteiten. Wat wij nu zullen doen, wij zullen dan gaan naar een videoclip. Wij kiezen dan voor muziek dat wij zelf hebben vervaardigd. Geproduceerd dan. En het heeft allemaal te maken met Youth Voice. Youth Voice, de finale, vindt dan komende zaterdag plaats. Er zijn 6 finalisten. En degenen die in de finale zijn, nou, we laten ook wat muziek van ze horen.